We zijn hier bij Wijkcentrum De Driehoek, zoals je ziet op de achtergrond. We hebben hier om 11 uur een activiteit, Spellenkermis. Er hebben zich ongeveer 70 kinderen voor aangemeld. We gaan allerlei leuke activiteiten doen, zoals hierachter zie je al dat ze gaan voetballen. We hebben 4 op een rij staan. Achter het gebouw hebben we ook nog vingerverven. En in de sporthal hebben we ook nog heel veel activiteiten klaarstaan. Dus voor heel veel kinderen leuke activiteiten vandaag. Zijn de hele vakantie door, zijn er heel veel leuke activiteiten. Alleen de eerste en de laatste week van de vakantie is het in samenwerking met Avedam. En de middelste 4 weken van de zomervakantie organiseren wij zelf activiteiten.